Dit is een video voor alle mannen die zichzelf identificeren als uh, incel. Um, en ik zou het graag in deze video met je willen hebben over waarom het naar mijn idee heel gevaarlijk kan zijn om je op die manier te identificeren, dan wel wat een betere afslag kan zijn die sowieso lang term uh, tot meer geluk en voldoening zal leiden. Um, gebaseerd uiteraard op mijn nu 10 plus jaar ervaring in het coachen van mannen in persoonlijke groei als man en succes met vrouwen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Voor zij die de term niet kennen: Incel staat voor involuntary celibate. Wat dus betekent iemand die onvrijwillig celibat is. Wat dus eigenlijk betekent iemand die het niet voor elkaar heeft gekregen. Of die het niet voor elkaar krijgt om een vrouw seksueel in hem geïnteresseerd te krijgen. En die dan eigenlijk op het punt is gekomen: van fuck it, krijgt hem maar allemaal de scheid. 1, twee kapper mee. En die zich helemaal uit dat speelveld heeft teruggetrokken. het was recentelijk, redelijk recentelijk in het media, met in Australië was uit mijn hoofd een schietpartij, of een steekpartij waarin een aantal mensen om het leven zijn gekomen. van iemand die zichzelf identificeert als incel. En helaas was het ook weer een kans voor de media om weer op de boze man uh, in, in te zoomen. Maar daar gaat deze video helemaal niet over. Waarom is het zo gevaarlijk je als incel te definiëren? Waar het fout gaat, is, is dat je een fase vereen, uh, gaat vereenzelvigen. met een stukje van jouw identiteit. Stel je voor, je hebt een voet, voetbalwedstrijd verloren. Oké, okay, je hebt een wedstrijd verloren. Is dat erg? Nee, want als je een wedstrijd verloren hebt, je kan hem ook gaan winnen, je kan ermee aan de slag gaan, je kan trainen, ja, ja, je kan van alles doen om beter te worden. Als je echt jezelf een loser gaat noemen en jezelf gaat identificeren als loser, gaat het fout. Want een loser, die gaat toch niet winnen. Een loser, lang term, gaat sowieso falen. Een loser kan zich toch niet ontwikkelen. Een loser is gewoon kansloos en die kan er maar beter helemaal mee stoppen. Dat is hetzelfde met Incel. Je identificeert een fase in je leven. Maak je er een stukje van je identiteit van. Waardoor je eigenlijk per definitie al eigenlijk opreft en ermee kapt. Het allergevaarlijkste echter zit in wat je feitelijk doet. Seks. Intimiteit. Gezien worden. Begeerd te voelen. Anderen te begeren. De voortplanten. Kinderen. Al die aspecten spelen een gigantisch grote rol in het leven van elke mens. In het leven van elke man. Als je echter... Um, dermate teleurgesteld en gefrustreerd raakt in jezelf en in het leven en in vrouwen en in de samenleving. Dat je denkt, ik stap eruit weg, ik trek me eruit terug. Ontzeg je jezelf een heel groot stuk van iets wat extreem belangrijk is. En dat is meteen ook waar het, gevaarlijk, uh, het gevaarlijke eraan. Want wat je dan vaak gaat krijgen is dat het als een kankergezwel zich gaat verspreiden in jouw leven. Dus je hebt al nu een superbelangrijk stukje helemaal jezelf ontzegd. Fuck it, kan mij een fucking werk nou schelen? Boeien, het is toch allemaal kut. Ga je daar niet meer je best in doen? Lichaam en voeding en sport, fuck it, kan mij. Waarvoor zou ik gaan sporten? Voor wie moet ik mijn best gaan doen? Tief op. En zo beetje bij beetje, alle belangrijke aspecten in je leven gaan dan ook besmet raken door jouw frustratie, teleurstelling en rancune. Jegens dan het stukje falen op het gebied van vrouwen, liefde, intimiteit en seks. En dat is killing. Want je zal steeds negatiever worden. Het is een spiraal waar je steeds dieper in terechtkomt. Wat wil je namelijk? Wat is, wat is de oplossing? Waar wil je naartoe gaan? Je hebt hier een challenge. Een gigantisch grote uitdaging. Begeerd worden door vrouwen, uitgekozen worden door vrouwen, vrouwen om wie jij bent geïnteresseerd krijgen in jou, is. Eigenlijk het fundament waar de menselijke samenleving is op gebaseerd. Dat is waarom mannen de, de competitie aangaan, dat is waarom mannen, waarom mannen de strijd aangaan zichzelf verbeteren. Dat is waarom wij hebben gecreëerd wat we nu hebben gecreëerd, omdat mannen graag wel, dus die seks die intimiteit en intimiteit en zich willen voortplanten. Dat is de evolutionaire strijd van het leven. En in die strijd, in het proces, in, in, in ook die strijd aan te gaan, in de competitie aan te gaan, in gewoon je in het strijdgevoel te mengen. Groeien, ontwikkelen, je, raak je gestimuleerd, raak je geprikkeld. En met 100% zekerheid kan ik nu beweren en stellen, en dat doe ik nu 10 jaar, dus ik zeg het niet zomaar, dat letterlijk elke man beter kan worden dan waar hij nu staat. Dat betekent niet dat je er binnen al een half jaar of een jaar er al gaat zijn, maar je kan sowieso over een jaar op een betere, zelfverzekerdere, meer zelfbewustere en blijere plek staan dan dat je nu staat. En dat is de magie die je wil creëren in je leven. Waarom? Als je ziet, hé, hey, vrouwen en succes met vrouwen en seks was een big deal, was een huge deal, was fucking, het was een hel. Maar ik ben nu zelfverzekerder, ik snap het spelletje, ik ben nu al verder dan waar ik eerst was. Als je, als je, als je dat inziet, als je dat voelt, als je, als je gewoon die voldoening ervaart als je ook op je werk. Hey, bah, nou, ik kan ook gaan, gaan, gaan knallen, kijken of ik die promotie kan krijgen. Ik kan ook die opleiding erbij gaan nemen of hey, ik zie dat ik in mezelf geïnteresseerd, in mezelf vertrouwen in wie ik ben als man. Ik ga nu ook op mijn voeding letten, ik ga trainen, ik ga zorgen dat ik fit, vitaal en krachtig ben. Je moet het balletje een zetje geven de sneeuwbal van de, van de heuvel. En die gaat rollen en die wordt groot. En over vijf jaar kun je je niet voorstellen wat er allemaal mogelijk is. Maar je moet die strijd aangaan. Echter, als jij je terugtrekt. Als je zegt: 1, 2, kapper mee, ik krijg allemaal maar de strijd, Ga je die strijd niet aan? Dan blijf je in het diepe zwarte gat zitten. Dan kom je niet in beweging. En dat is fataal. Dat is killing. Jij hebt een, een, een licht om te laten schijnen in de wereld, jij hebt een, een, een gift om aan de wereld te geven. En de strijd is eigenlijk, de reis die je nu doormaakt, is. Die manier te vinden en te ontdekken die daar het beste voor jou bij past. Die jou daar het meeste in voedt. Die, die het voor jou de moeite waard maakt. Maar dan moet je wel in de trenches zitten. Dan moet je er wel mee aan de slag gaan, dan moet je wel daar die stappen in gaan zetten. Dus bij deze is het eigenlijk mijn oproep, of eigenlijk mijn uitdaging aan jou, is oké. Okay, je, je, je hebt het even opgegeven. Het was even kut. Je, je, je zag het niet meer zitten. Je hebt jezelf, die label jezelf opgeplakt. Haal hem weer van je af. Zie in dat het een fase is. En zie ook in dat het anders kan. Maak die leap of faith. Kom weer in beweging. Hoe? Het gaat, ik wilde zeggen, weet je, check onze video's op Masterwork. Ga onze artikelen lezen op de site. Ga de podcast beluisteren. Ga voor mij part, maakt niet uit hoe. Vind die inspiratie. Kijk naar mannen die wel die stappen zetten. Onderken je eigen angsten en donkere frustraties die je te groot hebt gemaakt. Kom weer in beweging, maak weer kleine stapjes. En je zal zien dat het altijd beter kan gaan dan waar je nu bent. Dat er altijd een next step is die jou naar de volgende level tilt. Zet die stap. Get shit done. De wereld heeft jou daarin nodig. Je mag niet jezelf terugtrekken. We need you man. Aan de slag heb je een vraagje om hem te vinden. Ik check je snel.